De Alpha-man. De Alpha-man. De Alpha-man. presenteert De Stille Plantage Het Franse-Protestantse echtpaar Raoul en Josephine vlucht samen met Josephines zusters Cecile en Agnes naar het veilige Nederland. In Amsterdam krijgen ze het aanbod om in Suriname een plantage te starten. Raoul heeft een nobel doel. Hij wil geen plantage waar slaven uitgebuit worden, maar een idealistische plek waar liefde en rechtvaardigheid heersen. In Suriname huurt hij de opzichter Willem Das in om hem te helpen. Andere plantageouders raden Raoul aan een streng regime te voeren. Raoul heeft geen zin in meningsverschillen met zijn buren, dus hij sticht zijn plantage ver weg van de andere plantages. Het is hard werken op de plantages. Agnes helpt veel mee en leert de slaven goed kennen. Vooral met Isidore kan ze het goed vinden. Opzichter Willem Das heeft een oogje op Agnes, maar zij niet op hem. De opzichter bestaat zijn teleurstelling af te reageren op de slaven, die hij vreselijk behandelt. Raoul en de andere plantagehouders zijn het vaak met elkaar oneens. Raoul weigert de helft van zijn oogsten verbranden om de prijzen hoog te houden en hij staat ook toe dat de slaven leren over het christelijke geloof. Wanneer Willem Das zich bijna vergrijpt aan Agnes, redt Isidora haar door Das een klap te verkopen. De opzichter raakt aan het drank en wordt steeds gewelddadiger tegen de slaven, als hij een zwangere vrouw doodranselt, slaat Isidore Das zo hard dat de opzichter overlijdt. Raoul wil Isidore mild straffen, maar de andere plantagehouders brengen Isidore ter dood. Het gaat slechter en slechter op de plantage. Cecile wordt ziek en sterft en Agnes is niet meer hetzelfde na de dood van haar geliefde Isidore. Ook de oogst mislukt en Raoul moet harder optreden om de boel in goede banen te leiden. Als Josephine zwanger raakt, geeft ze de plantage vergoed op en verhuizen ze naar Engeland. Daar gaat het beter met iedereen. Wanneer de zoon van Raoul en Josephine later de plantage wil opzoeken, is alles verdwenen. De plantage is nog slechts een herinnering. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in plantages, stavenij en liefdesverdriet.